wilde met iets beginnen om op een leuke manier kennis te maken met begeleiders. En ik hoorde dat het eigenlijk heel belangrijk is om ontspannen binnen te komen. De bewoners kunnen heel goed aanvoelen als dat niet zo is. En ik dacht, nou, misschien kan ik ze een soort mentale carwash geven. Ik ben de auto's gaan wassen en medewerkers hebben een speakertje gekregen met een geluidsfragment waarin ze oefeningen krijgen. En eigenlijk al door ze door die carwash gingen en hun auto werd gewassen, werden ook alle gedachten die ze in de weg zaten eigenlijk daarmee ook weggewassen. Laten we de spanning uit je lijf halen. Pak met beide handen het stuur vast en knijp er even zo hard als je kan in. En weer los. Ja, dat was fijn. Ik denk dat de bewoners dat zeker gaan merken. Die zullen merken dat je gewoon rustiger misschien wel binnenkomt of net wat positiever. Dus ja, ik denk dat het zeker een positief effect zal hebben. Dat laagdrempelige contact wilde ik ook leggen natuurlijk met de bewoners. En daarvoor ben ik met heel simpele alledaagse producten aan de slag gegaan. In dit geval als glazenwasser. En ben ik met een wisser tekeningen gaan maken in het sop. Interpreteer heel snel als iemand niet kijkt, dat diegene niet geïnteresseerd is. En dan leer ik van de medewerkers dat ze het fijn vinden om naar te kijken. En je ziet echt wel dat ze interactie hebben, ook met de mensen die hier aan het wassen zijn. Dan zie je de kleine dingen zoals oogcontact maken, een glimlach. Of met een ontspannen houding, je ziet ze soms volgen. Het is vaak het totaalplaatje dat je de rust ervaart. Er waren zelfs medewerkers die met het idee kwamen van hey, laten we alle bewoners buiten zetten met een regencape en hen wat schuim geven en te kijken wat ze daarmee doen. Ik heb gedurende het project een soort logboek bijgehouden en ik merkte eigenlijk al vrij snel dat 's ochtends is het hier echt spitsuur. Dat is hartstikke druk, worden bewoners uit bed gehaald, moeten eten voordat ze naar de dagbesteding gaan. Maar dat betekent ook dat als de een uit bed wordt gehaald, ja, dat de ander soms best even moet wachten. Nu zie je vaak dat bewoners dan toch voor de televisie worden gezet. En dat zijn eigenlijk wel een beetje dode momenten waar iets gedaan mee kan worden. En toen kwam ik op het idee om een zwenksproeier tegen het raam aan te zetten. En toen merkten we meteen dat de bewoner waarbij ik dat probeerde helemaal de stralen begon te volgen. Nou, dat kost natuurlijk super weinig tijd, want je hoeft in principe alleen even de kraan open te zetten voor 10 minuten. En dan is dat wachtmoment meteen ingevuld. Hoe simpel is dat? Gewoon tegen de raam, als ik dan zie hoe bewoners erop reageren, dat doe je zo zelf. Dus ik dacht meteen, nou dat gaan we van de zomer doen en misschien met blote voeten nog erbij. Dus ja, leuk. Ik word heel erg door geïnspireerd. Ik heb een pakket samengesteld voor de medewerkers, waardoor ze alledaagse rituelen zoals het uit bed halen of in bad doen, dat ze daar iets bijzonders van kunnen maken. Dus denk bijvoorbeeld een luchtverfrisser, zodat je iemand kan laten ruiken dat het ochtend is. Dat zijn eigenlijk simpele middelen die niet per se bedoeld zijn voor de gehandicaptenzorg, maar toch ook een groot effect kunnen hebben. Vanuit mijn onderzoek ben ik ook een aantal dingen gaan uitwerken. Zo kwam ik er bijvoorbeeld achter dat de wc eigenlijk de enige ruimte is voor medewerkers die echt van hen is, waar ze zich even kunnen terugtrekken. En daarom heb ik een wc-kalender gemaakt die iedere week een soort ontspanningsoefening geeft en de andere week echt inspiratietips hoe je met die simpele middelen een bijzondere activiteit kunt maken voor bewoners. Dat ramenwassen is natuurlijk leuk, maar ik wilde ook een manier vinden om dat echt wat structureler aan te pakken. Dus heb ik contact gezocht met het schoonmaakbedrijf die ook de ramenwassing doet, om samen met hen dit echt ook structureel aan te bieden, zodat de glazenwassers die hier komen ook op die creatieve manier de ramen gaan wassen. Ja, ik word heel enthousiast van dit idee. Ik hoop dat we op een andere manier een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van de cliënten bij Severinus. Normaal wordt van ons verwacht dat we onzichtbaar zijn. Maar ik denk met wat training en ja, zeker als ik kijk naar de mensen die daar van ons op locatie werken, gaat dat iets heel leuks worden. En wij zien hele mooie kansen voor dit initiatief. Het lijkt mij heel leuk als zorgmedewerkers gaan inventariseren op de woning. Wat zijn hier nou eigenlijk allemaal voor spullen die niet per se bedoeld zijn voor vermaak of iets leuks mee te doen? En hoe kan je daar toch een bijzondere handeling mee maken? Dit zou eigenlijk bij de Severinus Academie vast onderdeel moeten worden. Nee, ik wil wel gaan zoeken. Ik vind het wel leuk om extra te gaan zoeken. Ja, ja zeker wel. En ik ben nu al aan het nadenken, maar mij gaat nu al een rateltje rond van oh, ik ga iets met proeven doen of ik ga iets met ruiken doen, want dat doen we eigenlijk veel te weinig. Ja.